Het Europees Jeugdparlement gaat vandaag van start. 180 leerlingen uit België en Nederland spelen een week lang het Europees Parlement na. Met alles erop en eraan. Echte commissies, debatten en plenaire vergaderingen. De president van Europa, Herman Van Rompuy, opent officieel het Europees Jeugdparlement met een vurig pleidooi pro-Europa. Degenen die vandaag zeggen dat Europa de schuld is, het omgekeerde is waar. Niet Europa is de schuld. We hadden een sterker Europa nodig om de crisis te kunnen voorkomen. 180 leerlingen spelen deze week het Europees Parlement na. 13 scholen uit België en Nederland. Elke school vertegenwoordigt een lidstaat uit de Europese Unie. Ik vertegenwoordig Spanje en zit in de commissie Burgerlijke Vrede. Ik zit in het land Griekenland en ik zit in de commissie Cultuur en Onderwijs. En daar moet ik een oplossing voor gaan bedenken voor de achtergestelde jongeren. Ze moeten deze week debatteren, argumenteren en uiteindelijk ook stemmen. Net zoals in het echte Europees Parlement. Het is de bedoeling dat we samen tot een soort van referendum komen per commissie. En dat je zo de problematiek in Europa, in de Europese Unie, probeert op te lossen. Ik verwacht er een boeiende week van. Ik zie een carrière in de politiek zeker zitten, dus veel leerrijke dingen. KU Leuven steunt het initiatief. Rector Rick Torfs kent natuurlijk het klappen van de politieke zweep. Argumenteren, maar dat niet alleen. En aan de andere kant zullen ze ook voortdurend beledigd en geschoffeerd worden. Dat is ook de taak van een parlementair. En zo leer je aan de ene kant je gedachten scherper te formuleren en aan de andere kant leer je ook incasseren en jezelf te relativeren. Twee nuttige dingen.